zo'n goede man. Het is vroeg in de man en ik heb Sinterklaas van. Ja, het was wel in zuur, want hij was niet in zijn normale huis. Het was een ander huis. Ik denk bij mezelf van, wat moet ik die man toch vinden? Toevallig kreeg ik een tip. En die zei, je moet in de Kerkstraat. Maar ja, in de Kerkstraat. Het is maandag man, wat is op de Kerkstraat te luisteren? En wat denk je wat? Ik zie hem lopen in zijn kamer. Ja, ik denk, ik ben erbij. Op de deurenbank. Mijn hulp Piet. En de Piet. En die zei van, kom hier maar in, want hier is hij. Sinterklaas, goeie man. Goeiemorgen. He, wat ben ik blij dat ik hoe zie? Nou, ik kan ook wel zeggen, Rolof, dat ik op zijn drems blij ben dat ik jou zie. Kijk, want gelukkig in de loop der jaren dat we elkaar een beetje kennen, heb je wel een beetje Drentse woordjes opgepikt, hè? Nou, Rolof, ik kan je vertellen, het eerste jaar zal ik nooit vergeten in het tamboer. Dat was een complete verrassing. Maar ik heb me daarna verdiept in de Drentse spraak. En ik heb daar eens even wat ruggespraak gehouden met juffrouw Yvonne. U kent haar wel. Ik ken haar. En ik zal u wat anders vertellen. Dat is de ambassadrice van de Drentse taal. Ja, dat bestaat nog niet in Drentse dat woord. Volgens mij is dat dorpshoofd of zo van de Drentse taal. Nou, ik weet niet precies. Laat daarbij houden, maar ambassadrice is ze zeker. Maar vertel eens. Voordat ik Yvonne hoe wat vrouwen geven, hoe zit het met de kinderen in de opvang? Want het is coronatijd. Hoe het met de kinderen is? Ja, want daar weet je natuurlijk heel weinig van nou. Nou, dan vergis je je toch een beetje. Oh, sorry. Kijk, Sinterklaas wist natuurlijk al een poosje dat er het een en ander speelt met, in deze tijd. En dat het allemaal even wat anders is dan anders. Maar Sinterklaas heeft een aantal pieten. Heel veel pieten, die zijn zo slim, Rolof, die zijn zo slim. Die weten alles van social media, van internet, van YouTube, noem het maar op. En via die kanalen bereiken we alle kinderen in Hogeveen. Kijk, dat me een deugd om dat te doen. Want ik was eigenlijk echt in een beetje bang van Sinterklaas. Je hebt zelf in de lockdown, oftewel tussen verplichtingen zitten in Spanje. En nou kom je hier in Nederland, ja, en we bent er nog niet. Nee, Rolof, maar Sinterklaas en Sint-Piet hebben alles goed voorbereid. Hè. We zijn heel mooi in Nederland binnengekomen met de pakjesboot 12 op de Duwertje Blokkade. Jawel, heel mooi was dat. En het grote Pietenhuis, een geweldig paleis, ik voel me de koning te rijk. En natuurlijk hebben we ons voorbereid, want Sinterklaas heeft zelfs een mondkapje. Kijk. Hé, hey, dat is belangrijk. Nou, ik geef je Yvonne even. Nou, die zegt mij wel wat, Rolf. Dorpshoofd. En dat ding Sinterklaas. Dus inmiddels wel een beetje nederig opstaan nou, hè. Maar Sinterklaas, je kunt wel weer in Drenthe zijn, begreep ik. Want we hebben net al gehoord dat hij dat best wel kunt. Ik zie op de tafel staan dat je een gieter bij je hebt. En ik heb natuurlijk al de filmpjes bekeken. Want er zijn prachtige filmpjes gemaakt de laatste weken. Geweldig, echt in de muitenweer om naar te kijken. Het heet ook Sinterklaas van Hogeveen. Kijk er allemaal naar, maar jullie weten niet wat je ziet. Die gieter, daar is wat met aan de hand, Sinterklaas. Kun je dat misschien eventjes een beetje uitleggen? Ja, ik zal dat even uitleggen. Dat is ook Drens, hè? Zeker. De gieter van Tuinpiet. Wie kent hem niet? Oh, dat rijmt. Ja. Tuinpiet is er natuurlijk ook, maar ook op een geheime locatie. Je ziet hem ook in de filmpjes. En wat hebben de Pieten nu bedacht? De gieter van Tuinpiet, die staat bij een aantal bedrijven, een aantal winkels in Hogeveen. En dat zijn Bakkerij Bos, Gerans, Pand 43, waar je nu hele mooie kleren kunt kopen voor de winterdag. En Bruluniek. En kinderen van Hogeveen, jullie kunnen in die gieter een boodschap doen voor Sinterklaas. Een tekening, een mooi verhaaltje en dan worden daar een paar leuke prijzen voor uitgedeeld. Zo begin december heb ik vernomen. Dus kijk vooral op www.hogeveen. Dat zeg ik verkeerd. Dat kijk, is het. Tempie is er niet bij, maar ik zal het wel zeggen. www.sinterklaasvanhogeveen.nl/bios. Daar kun je alles vinden over de gieter. En Sinterklaas is hartstikke mooi. Ik vind het een supermooie actie.
Maar als de kinderen dadelijk allemaal wat in die gieten doet, ga je ze zelf allemaal nakijken, al die reacties, die tekening, wie gaat dat allemaal bepalen? Wie het mooiste, de mooiste tekening maakt? Of krijgt iedereen wat? Nou, ook daar hebben we natuurlijk een oplossing voor bedacht, want dat is alles allemaal anders dan anders. Ik zal ze bijna allemaal nakijken, maar Tuinpiet, Gouden Piet, Sophie Piet, alle Pieten die hier bij me zijn, die helpen me een keuze te maken. Want we krijgen nu natuurlijk veel meer via de post en via social media dan normaal gesproken. Maar dat gaat allemaal goed komen. Hartstikke mooi. Hey, en Sinterklaas, wat ik ook nog zag op de site, hè? Wat ook geweldig was op die Sinterklaas van Hogeveen. De kinderen kunnen ook met u bellen. Nou, hoe modern is dat? En WhatsApp. Heb je al een boel reacties? Nou, ik heb ook van de telefoonpiet gehoord dat de telefoon vanmiddag open gaat. En dan kunnen de kinderen inderdaad live bellen met Sinterklaas. Of een van de pieten krijgen ze aan de telefoon. Want ja, Sinterklaas kan niet alle telefoontjes beantwoorden. Maar ze kunnen bellen en appen. En dan gaan we gewoon even gezellig kletsen met elkaar. Ook dat moet allemaal nu kunnen in deze tijd. Heel maar nog geef je het nummer nog wel natuurlijk, hè? Oh ja, ja, ik bedoel, ik zal het even geven. Ook dat is te zien trouwens op de site van Sinterklaas van Hogeveen. Zeg ik het goed? Sinterklaasvanhogeveen.nl. Ja, daar moet ik nog wel een beetje aan wennen allemaal, hoor, lieve kinderen. Maar goed, dat is niet zo erg. Het nummer 0528301234. Makkelijker kan het niet. Nee, hij heeft dat zelf over nodig. De telefoonpiet. De telefoon, tuurlijk, hoe kun ik het zeggen? Ja. De telefoonpiet. We hebben overal een oplossing. Hij giet al over. Sinterklaas, wat giet er nou vandaag nog meer gebeuren in de loop naar een verjaardag toe? Nou, we hebben natuurlijk heel veel filmpjes ingesproken voor kinderen. Kinderen kunnen ook een boodschap inspreken naar Sinterklaas toe. Hè. Die kunnen via social media een verzoekje doen van... Goh, Sinterklaas, wil je misschien nog een boodschap voor me inspreken? Ze kunnen bellen, appen, mailen. Ja, en natuurlijk niet vergeten de schoen te zetten. Sinterklaas, nou is er dit jaar nog wel een oorlijke discussie weer. Van onze zwarte pieten, die wil ze liever niet meer met hem naar Nederland. Ze wil toch graag Piet hem van onderweg. Maar Sinterklaas, is dat wel zo'n goed idee? Ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet. Het is eigenlijk hier altijd de mensen nu de buurt had. En die waren altijd donker van kleur. Dus wat was het probleem nou? Nou ja, voor Sinterklaas is dat ook niet zo'n probleem. Het zijn allemaal Pieten. Ze heten allemaal Piet. En of dat nou de Tuinpiet is, of de Selfie Piet, of Pietje Smeerpoes, of Malle Pietje, of... Nou ja, noem het maar op. Ze heten allemaal Piet. Dan hebben we dat probleem in ieder geval in de wereld. En hoe de kleur dan is van Piet. Ja, of ze nou zwart of wit zijn. Ze heten Piet. En ze helpen Sinterklaas gewoon allemaal. En dat doen ze allemaal uit... vrijwillig, zeg maar. Hè. Ieder jaar dan bellen ze weer naar Sinterklaas. Sinterklaas, mag Piet weer mee? Ik zeg, ja Piet. Komt de andere Piet ook? Ja, nou dan gaat het. Zo gaat het ieder jaar zo'n beetje. Goed, dit jaar ook bij de burgemeester. Nou, ik heb hem niet persoonlijk gesproken, dat kon natuurlijk ook niet. Nee. Maar ik heb hem wel een videoboodschap gestuurd. En dat hebben we al opgenomen. Toen was Sinterklaas nog maar net aangekomen in Nederland. Toen heb ik een opname gemaakt voor de burgemeester. En hem gezegd dat ik natuurlijk hoop dat we volgend jaar weer op het bordes staan hier. Hè, bij het mooie gemeentehuis. Laten we dat hoop. Zeker. Dat gaan we zeker van. Echt wel een ding hier. Echt wel. En wat ik nog even wil vertellen, Rolf en Yvonne, dat is misschien nog wel even mooi. Ik heb ook een boodschap ingesproken voor de boeren van Drenthe, Hogeveen, maar ook van Nederland. En voor de zorg. En wat is nou zo mooi? De boeren in Nederland en de boerenkinderen in Nederland, die zorgen ervoor dat o zo snel, ook dit jaar weer, voldoende hooi, wortels en water heeft. Kijk. Een hele mooie actie. En dat kwam uit het dorpje Mekkeren. En ik vond dat een hele mooie actie. En ik zag toevallig, want Sinterklaas volgt wel het journaal en TV Drenthe, dat de boeren gisteren alweer bij Circus Rens bijvoorbeeld allerlei hooi en voer hebben gebracht. Een grote duim voor de boeren in Nederland. Ja, dat wil ik toch even zeggen. Ja, dat is heel belangrijk. Maar kijk, de peertie wordt goed verzorgd. Hè? Ja. Dat is een ding. Maar de kindertjes,
juist nou nodig zit te kieken en zo. Ja, die hoopt toch ook wel dat we zien nog ergens wat. Ja, ik weet niet of door de schoorsteen kan, maar in ieder geval door de brievenbus of weet ik veel wat. Heb je nog mogelijkheden voor die kindertjes? Nou, er komen schoencadeautjes en alle pakjes zijn meegekomen in de pakjesboord 12. Er bent alleen maar een belangrijke vrouw, ja, hè? Want Sinterklaas, ja, zeker. Ja. En dat is nog eenmaal zo. Wat ik ook nog eens graag wil weten van hoe Sinterklaas, je ziet er ook zo hartstikke mooi uit. Je hebt hoor al die zo mooi netjes, de boord in de plooi en de pieten. Gaat de pieten naar de kapper? Want ik zie ook een piet, die heeft van die mooie knippies in. Gaat jullie smans naar de kapper? Laat mooi die krullen zetten. Hoe ging dat eigenlijk? Nou, als je kijkt naar deze pieten, dan kun je wel zien dat ze er weer geweldig uitzien. En ze gaan inderdaad naar de pietenkapper. Maar die hebben we in ons eigen pietenarsenaal, zeg maar. Hè. Dus dat is allemaal een beetje geheim. Hè. We gaan dat ook niet vertellen hoe we dat doen. Maar ze zien er weer geweldig mooi uit. En die strikjes is iets heel, heel, heel bijzonders. Ja, dat dacht ik al. Strikjes Piet heet ze. De strikjes Piet? Ja. Ja, ik vond het prachtig. Ja. Ik denk dat de kinderen dat ook heel mooi vindt. Ja, kinderen zijn dol op alle pieten. En of ze nu strikjes hebben, of ze hebben een mooi gouden pak aan, of ze lopen op groene klompen, het maakt allemaal niet uit. Nee. Of ze lopen in een bakkerspak, want we hebben ook een bakkerpiet natuurlijk, en een pepernotenpiet. Ja. Het is geweldig, ja. Ja. Nou, ik vind het gewoon dat het hartstikke mooi is dat hij gelukkig, en ben je hartstikke blij, dat hij dit jaar er toch weer bent. En ik hoop dat hij uitkijkt voor de corona, dus die anderhalve meter, al ondertussen, hè, want ik bedoel, Sinterklaas is de jongste niet meer. Nee, maar Sinterklaas is erg voorzichtig. Ik zei al, ik heb een Sinterklaas mondkapje en mijn staf is meer dan anderhalve meter. Dus als het moet, kan ik ze wel op anderhalve meter houden. Sinterklaas, ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek. En ik hoop dat we elkaar nog eens een keer weer spreken. Want komen op pad is niks zonder Sinterklaas. Ik twijfel er niet aan, Rolf en Yvonne, dat ik jullie niet weer tegenkom. Want Sinterklaas blijft natuurlijk komen, hè? Met of zonder wat corona of wat dan ook. Sinterklaas komt gewoon. En als het dan dit jaar via de tv en via social media moet, dat is dan een jaar zo. Eén jaartje thuiswerken vind ik niet erg. Nee, maar 2 jaar. Maar 2 jaar, daar gaan we vanuit dat dat niet nodig is. Nee. Goed. Sinterklaas, ik dank u heel hartelijk. Wil je de kinderen nog wat vertellen? Nou ja, ik heb al heel veel verteld. Maar ik wil ze nog 1 keer bedanken. Want ik heb dat ook al gezegd in de videoboodschap. Toen Sinterklaas in het prachtige Pietenhuis kwam, zijn daar alle burgemeesters geweest, hè? En ook burgemeester Karel kwam daar met een hele zak vol tekeningen voor Sinterklaas. Het waren de meesten van allemaal, van alle gemeentes. Dus daar wil ik de kinderen nog wel even voor bedanken. Dat was een hele mooie actie van jullie. Dank jullie wel. Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje.